Deze beschouwing, die gaat over het waardevolle leven. Ik heb een heel mooi leven gehad, tot nu toe. En ik heb een, een carrière stap gezet. Dus ik ben iets heel anders gaan doen overdag. En dat is erg leuk. En dan heb ik daar een nul uren contract bij die organisatie. Dus het is maar de vraag hoe dat uitpakt. Hè. Ik ben nu zestig. Nou, ik zal nog acht jaar moeten kunnen werken. En dit werk, wat ik dan nu doe, nou, uh, graag. Erg leuk. Het betekenisvolle leven. Heeft het leven een betekenis? Gaat het ergens om? En het antwoord is ja. Nou, dan kan je gelijk zeggen, oh, nou, nou, dan kan ik het al doen. <laughs> het leven gaat ergens om. Ook jouw leven. Het zou een rare boel zijn als alleen mijn leven ergens om gaat. Dat kan natuurlijk niet. Maar voordat ik daarin duik, in deze mooie beschouwing, maak ik even kort reclame. Ah, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Word abonnee. <laughs> en klik op een like, dat is ook leuk. Dus zoveel moeite is dat niet. Je kan toch een like doen voor de ik, Nou, ik, ik vond wel, uh, ja, ik, ik vond het moment waarop ik het uh, hoorde, dat vond ik eigenlijk wel een goed gekozen moment. En ik like dit, zo. Of dat je zegt, nou de, de foto die er deze keer bij zit, dat vind ik wel een mooie foto. En dan doe je gewoon een like op die foto. Een reactie geven vind ik ook erg leuk, maar dan moet je typen. Ja. Maar als je daar zin in hebt, nou graag. En heb je een vraag? Stel hem. Dat vind ik erg leuk. Altijd leuk om een vraag te krijgen. Kun je meer doen? Als Sharon kan je doen? Nou, dan ben je er wel zo'n een beetje. Hij ja, heeft waardevolle leven. Het komt natuurlijk ook doordat ik nou 60 ben. Dat zo'n vraag belangrijk gaat worden. Want als je jong bent... Dan weet je niet wat jouw leven in zal gaan houden. Terwijl ik. Mm, ja, ik ben nu 60, het is die morgen afgelopen, maar. Kijk, veel anders gaat dat niet worden. Door dit was het wel zo'n beetje. Ik had heel graag nog een tweede kind. Uh, willen opvoeden, maar uh, die is vermoord in de buik van zijn moeder. Dus ja, die hoef je niet meer op te voeden. En dan nog een kind veroorzaken in een buik van een andere vrouw. Dan denk ik wauw. Nee. Nee, dat, ja, ik zou niet weten hoe ik dat aan moet pakken. Ben ik wel gelijk aan de crux van het waardevolle leven, wat mij betreft dan, hè? Dat dat inhoudt het opvoeden van kinderen. Het omgaan met kinderen. Oh, 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 wat heb ik daarvan genoten, zeg. Als ik daaraan terugdenk, dan, dan kan ik buikpijn krijgen van heimwee en melancholie en dat soort dingen. Want dat komt nooit, nooit, nooit meer terug. Dat ik mijn kind drie keer in de week naar school bracht. Jeetje, wat een zegen, wat een heerlijkheid. Zo, man stond ik s'morgens om zeven uur op en dan douchen en dan maakte ik ontbijt. En dan kwam het kind naar boven met de moeder en dan ontbijten met z'n drieën. En dan ging die moeder, ja, die had elke ochtend een ochtendhumeur. Maar... Dat is dan niet zo leuk. Maar... maar de relatietherapeut die maakte duidelijk van nou dat hoort erbij hoor. Dat moet je gewoon accepteren en vooral niks van zeggen. <laughs> ik vind dat het raar achteraf bezien oh, Die therapeuten man Oh 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 Nee maar laten we eerlijk zijn Dit gaat over het waardevolle leven Maar elke dag een ochtendhumeur Dat Hoe moet je zeggen ja, het is terreur Dat is het ik uh, heb het bed gedeeld met een regelrechte terrorist. Elke ochtend kankeren, zachtereinig doen. En niet alleen tegen mij, nee, uh, ook tegen het kind en, en de poezen die we hadden. Vooral die poes die van mij uh, afkwam. Oh, man, allemaal opmerkingen maken. Eet eens door, en schiet eens op. En bla, bla, bla. Verschrikkelijk. En dan was dat vervelende mens, was dan naar haar werk. En dan bracht ik mijn dochter naar school. Oh, wat leuk. Het maakte niet uit hè, wat van weer het was, het was altijd leuk. Het was leuk als het gesneeuwd had, het was leuk als het keihard regende, het was leuk als de zon scheen, het was leuk als het heel hard waaide. Altijd gein, man. naar school lopen en dan konden we de, de weg volgen dat was dan was het een beetje saai want dan ging je bij onze de deur uit en dan was het eigenlijk alleen maar recht doorlopen en dan na een tijdje links af en dan was je op het schoolplein dat was een beetje saai maar je had ook nog een straatje en Daar dan kon je ook in en dan kwam je ook bij de schoolplein maar dan kwam je via de andere kant kwam je aanlopen Het was niet echt om. Het was dus of het een of het ander. En dan mocht mijn dochter mocht dan kiezen: Wil je door de Spijkerstraat of zullen we door de Spijkerdwarsstraat gaan? En die buurt was ook heel leuk. Spijkerbeurt Arnhem. Leuke buurt om je kind te laten opgroeien. Dus voor de rest niet echt kindvriendelijk, daar baalde ik wel een beetje van. Maar er zitten ook wel leuke aspecten aan hoor. En niet kindvriendelijk bedoel ik... Uh, ja, het is een leuke buurt voor kinderen als ze uh, ja, een jaartje of zes zijn. Zes, zeven. Maar voor hele kleine kinderen is het niet zo heel leuk. Want ze kunnen niet vrij buiten spelen. Ze moet altijd een ouder bij zijn. Maar goed, dan gaan die kinderen naar school en dan kunnen ze op het schoolplein spelen. En dan valt het wel weer mee. Echt leuk, leuke tijd. En Dat is dan wel zo aan het waardevolle leven dat je dan, omdat je er zo van genoten hebt en het komt nooit meer terug. Ja, dat levert je wel een gevoel op van, uh, goh, dat was heel leuk en het komt nooit meer terug. Als melancholie hij had. Waar? Beter dat dan niet. hè. Zij, mijn dochter die kwam uh, heel lang geleden kwam ze bij me thuis met zo'n zo hemelse glimlach. Had ze weer een leuk gesprek gehad met mama. En mama had het erover gehad dat uh, toen mijn dochter geboren werd. Dan had mama het hee heel zwaar. Ik heb er niks op gezegd hoor. Maar die moeder heeft dan zoiets. Van, nou ik ben blij hè, dat het euh... nou, dat het voorbij is. Hè, want dat was heel zwaar hoor. Oh het was te zwaar, zich. <laughs> ik denk zwaar. Nou ja, zeg nou zelf. Ze had een baan. Dat is administratief medewerker bij een groot instituut hier in Arnhem. Zo'n semi-overheid. En dan krijg je... Ze kreeg zwangerschapsverlof. Nou, het kind werd randprematuur geboren. Nou, daar kan je een heel punt van maken. Maar dat komt erop neer dat je... Ja, de laatste paar weken hoef je dus niet met zoveel kilo in je buik in de ronde te lopen. Dat is het enige. Dus dat scheelt je drie weken lang sjouwen. Met een kilootje of, wat weegt een kind, inclusief vruchtwater en baarmoeder, een kilo of tien of zo. Maar je was een toeter van een buik, en dat is dan drie weken, vier weken minder. Nou, dat lijkt me niet erg. <laughs> dat lijkt me alleen maar mazzel. Tenzij het randpremature kind allemaal problemen heeft. Maar dat had ons kind helemaal niet. Het was randprematuur, en voor de rest, gezond als een vis. Echt gezond als een vis. Dus, dat is ook geen enkel probleem. Nou, wat je kan zeggen is dat die, uh, dat zwangerschapsverlof, ja, dat was dus niet langer nodig omdat ze bevallen was. Maar toen begon het ouderschapsverlof. Dus hoefde ze nog steeds niet naar de werk. Zat ze elke dag thuis. Nou, haar baan. Ze verdiende natuurlijk niet veel, maar dat salaris werd gewoon lekker doorbetaald. En ik ging elke dag naar mijn werk en ik bracht een behoorlijk bedrag in de maand netto naar binnen. Dus geld zorgen? Helemaal niet. No way. We hadden een leuke woning. Met een tuin. Met van alles. Drie poezen. Dus wat was daar zwaar aan? En madame die zat elke dag met bezoeken. En dan belden ze, smorgens was ik de deur aan en niet uit. En dan belden ze Jan op en Piet en Kees, allemaal mannen altijd. Dat waren haar vriendinnen namelijk. Ze hield niet zo van vriendinnen van het vrouwelijke geslacht. Ze had liever vriendinnen van het mannelijke geslacht. Wel, die mannen die kwamen maar wat graag. En dan uh, ging zij de borst geven aan, die, uh, aan het kind. En dan die mannen mochten dan kijken naar haar ontblote borsten... En die vonden dat dan erotisch. En die moeder heeft zoiets van, nou ah, ik ben blij dat die tijd voorbij is hoor. O, oh, het was te zwaar. <laughs> ik denk niet dat die vrouw een waardevol leven leidt. Niet geleid heeft en daarmee dus ook momenteel niet een waardevol leven leidt. Als die vrouw straks sterft, dan... ja, kijk, als ik straks sterf, hè, dan heb ik graag dat er niet getreurd wordt. Punt 1. Dat zou ik niet terecht vinden. Daar zou ik me een beetje verschamen, eigenlijk. Dus dat heb ik liever niet. En. Ja, ik weet, de andere, de andere kant is. Dat heb ik meegemaakt met mijn opa van mijn moeders kant. Dat mijn oma zei: Van ah, ik ben blij dat hij dood is. Wat een stuk verdriet was dat. Ja, dat vind ik ook niet leuk. Maar dat, als je dat van mij vindt, dan ja, mag je nu reageren op je YouTube-kanaal. Alsjeblieft, zeuren tegen mij terwijl ik leef. En niet na nou, als ik dood ben, dat je dan pas begin. En eigenlijk wordt ik het een ontzettende lul, die perry. Ja, dat vind ik niet leuk. Dat zou ik. Dat zou ik echt onaardig vinden. Dat neem ik je dan kwalijk. Als je wat te zeiken hebt, moet je het nu doen. Nu kan ik er nog wat aan doen. Straks niet, meer. maar ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Ik zou niet weten wie er wat te zeuren heeft. Ja, de moeder van mijn kind, maar die heeft altijd wat te zeuren. Maar die is al inmiddels als ze ook. Ja, die. Die leeft zo oppervlakkig. Die... Hm. Nee, ik denk het niet aan die hoek. Ah, mijn dochter heeft helemaal niks te zeuren. Hm. En wie dan wel? Ik ga niet meer doen. En ja, als ik kom te overlijden. dan. ja, het hoeven is. Dat, dat slaat nergens op. Dat, als je dan denkt. oh, ik mis hem zo. ja, dan, dan had je vandaag langs kunnen komen. Huh? Als je me dan zo mist, kom dan bij leven bij mij langs. Uh, ik heb maar 61 abonnees. Om, om wat te zeggen. Dan uh, wordt abonnee. <tie> 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 Ja, nou, dat zal er denk ik niet in zitten. En, uh, en het is een vorm van zelfmedelijden. Want dan ga je zitten huilen op mijn begrafenis, omdat jij dan, uh, je dan zo ongelukkig voelt. Dat is gewoon zelfmedelij. Nou, dat, dat lijkt me niet gepast op mijn begrafenis. Uitvaart of wat het ook maar is. Dat lijkt me raar. En als je dan denkt: van oh, ik vind het zo zielig voor Perry dat hij dood is. Dus ik huil uit uh, ja, medelijden met hem. Nou, liever niet. D dat zou ik heel gek vinden. Waarom zou je medelijden moeten hebben met mij dat ik gestorven ben? Dat is van onzin. Je zou medelijden moeten me moet hebben met mij als ik niet waardevol geleefd heb. Dus als jij zit te uh, janken op mijn begrafenis, is dat ofwel uit zelfmedelijden of uit een misplaatst medelijden met mij. Want ik heb een heel waardevol leven. Als mijn leven niet waardevol is, nou, dan vraag ik me af wie zijn leven dan wel hoor. Wat is dat nou? Oh, maar Piri, jij bent helemaal niet directeur geworden. van een multinationale instantie. En dat had je wel kunnen doen. Sorry, nog een keer? Hoezo directeur worden van een multinationale instantie? Daar heb ik hem gezin in. Nooit, nooit gewild. Ik weet nog dat ik een jaar of twintig was, toen had ik een, uh, een gitaarleraar. Heb van Holland. En die vroeg aan mij, ik studeerde toen aan de Landbogenschool. En hij zei tegen mij. Ja, wat uh, wil jij dan worden als je dan uh, afgestudeerd bent? Hè? Wat is dan jouw doel? En toen zei ik tegen hem, nou, dat weet ik dan niet goed. Maar wat ik wel uh, zeker weet, is dat ik halve dagen wil werken. En toen keek hij mij zo aan, een beetje met zo'n zo, zo glimlach. Zo van, ja, ja, en dan geloof je zelf dat dat gaat lukken. Hij zei van nou, dan zou ik me niet te op rekenen dat dat lukt. En ik tegen hem van nou, uh, niet geschoten is altijd mis. En toen zijn we weer gaan gitaar spelen. Nou, het is inderdaad niet helemaal gelukt. Maar ik heb nooit gewerkt voor een baas, moet ik zeggen. Nooit met een arbeidscontract. En, uh, ik, ja, je kent het wel. En nu heb ik dan wel zo'n contract. Nou, dat is een nuluren contract. Dus ik moet maar zien wanneer ik mag werken. En ik werk zeker geen acht uur per dag. Dat zou ik ook niet volhouden hoor, Dat uh, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar ik ben nu 60 en ja, het is toch lichamelijke arbeid. Ik moet uh, schoonmaken en zo. En als ik dan zes uur op mijn benen heb gestaan, het is toch uh, iets van drie kwartier fietsen daar naartoe, drie kwartier fietsen terug naar de verschillende locaties, zo gemiddeld genomen. Dus hebben je anderhalf uur uh, aan het uh, fietsen trappen. En dan uh, zes uur uh, met de dweil en de spons in de rem. boe. En als ik thuis kom, dan, uh... nou, dan, dan ga ik als eerst even een schaakfilmpje kijken, hoor. En een potje thee. Even de schoenen uit. Uh, ja, ik krijg kapot. Ik heb één keer heb ik twee diensten gedraaid op één dag. Dat ik zelf een vergripsing gemaakt. Had ik iets te snel ja gezegd zonder in mijn agenda te kijken. En dan heb ik nog geprobeerd om eronder uit te komen. En die dames over ja, nou dat wordt wel heel moeilijk aan onze kant. En uh, ja, je hebt nou al ja gezegd, hoor. Ik vind wel dat ik het moet doen. Maar ik werkte daar nog maar net. Nou ja, oké okay, dan maar. Maar dat doe ik niet meer. Twee diensten op een dag, allemaal hula. Shit, je was echt kapot, man. Sterker nog, nee, ik heb het nog een keer gehad. Nee, dat is waar ook. Ik heb het nog een keer gedaan. Oh, dat was ook een foutje. Nou ja, maar dat doe ik niet. Meer. Gewoon lekker halve dagen. En dan moet ik nog acht jaar werken, en dan ben ik er helemaal vanaf. Mooi ja. Mag ik aannemen dan? Hè? De overheid doet er een beetje onduidelijk over. Dat als je dan geboren bent voor 1959, dan ben ik dan, hè? 1959 geboren, dan mag je met je 67e elke dag naar de kroeg. <laughs> ja, dan hoef je niet meer te werken hoor. Misschien dat ik dat wel ga doen hoor. Dat zou zomaar kunnen: dat als ik met pensioen ga, dat ik dan weer zeg: van, kom op. Ik ga weer suipen en blouwen en uh, tabak roken. Ja, ik weet het niet. Ik doe het dus nu niet meer. Hè. Ik ben ermee gestopt in maart, april dit jaar. Het is nu september. Totaal mee af kan Maar dat vind ik ook wel passen dan nu bij mij. Hè? Dat, uh... En koffie, dat koop ik niet, maar dat drink ik op mijn werk dan wel. Lekker gratis. Die oploskoffie. Eerst deed ik dat ook niet, maar denk ik, wow, wacht, onzin. Lekker koffie drinken. Nee, je waardevolle leven. Het dat, dat opvoeden van een kind vond ik echt geweldig. En ik heb hele leuke dingen gedaan. Ik heb echt leuk werk gehad. Altijd als zelfstandig ondernemer. En gewerkt voor de gemeente Amsterdam. Een paar klussen. Ik heb gewerkt voor de Koninklijke Haskoning niet zo lang, maar ook zelfstandig dan hè, Gewoon freelancer. En gewerkt voor Apple International, dus Apple Computer. Nou, een hele lijst opnoemen, word je alleen maar jaloers. Ja, leuk man. En de mooiste auto's gereden. Ja, en dat mis ik dan allemaal niet. Als dan terugdenken aan die hele mooie Pontiac ES die ik gereden heb, dat was een beest van een auto. Mermel een lekkere bak. Met een uh, weet je dat, cruise control erin. Oeh, dat rijdt lekker. Maar daarom denk ik: je nou, hoeft dat ding niet te hebben als je niet. Ik heb nu een deelauto met, uh, met Wim, Wim Kruidentuin. en Martin. Dat zijn twee mannen, die zijn ouder dan ik, in de zestig. En als ik hem nodig heb, ja, dan moet ik even bellen. En dan moet ik een half uur lopen. Ook nog. Dan stap ik lekker in het autootje. En dan pletter ik daar wat benzine in. Had er wat meer benzine erin gooien dan dat ik optank. Want er zijn wel eens wat van die additionele kosten. Weet ik veel dat er ruitenwisselbladen vervangen moeten worden of zo. En Wim houdt dat allemaal bij. En ik betaal dan 17 euro, nog iets in de maand. Ha, heb ik een auto. Nou, niet iedere dag natuurlijk, maar die heb ik ook niet nodig. En na mijn werk ga ik gewoon lekker op de fiets. Haha, ha ha, ha, ha ha. Ik zat het laatst tegen iemand op mijn werk: van. Uh, die werkt dan, ik zit in de gehandicaptenzorg als ondersteuner. Dat was helemaal onderin. Dus dweilen. En een beetje. Stoffen afnemen. Wasbakken schoonmaken. Wasmachines aanzetten. Wasdrogers vullen. Was opvouwen. Eten koken af en toe. Dat doe ik nog meer? Stofzuigen. Laat toiletten schoonmaken. Maar het is wel leuk. Heel nuttig werk. Dat, daarom, dat vind ik er leuk aan. Hè? En die is heel anders dan die automatisering waar ik altijd in gebuffeld heb. Ik heb er eigenlijk schoon genoeg van hoor. Van die automatiseringsmeuk. Ik vind het niet leuk wat ze aan het doen zijn. Maar het is een heel lang verhaal. Het dat... Het is niet meer mijn business, dan kan ik het zo maar zeggen. Allemaal die verwende ja, Ja, in het kort dan, van die verwende mensen. Van, ja, moet ik twee keer klikken voordat de factuur eruit komt? Dan denk ik, ja, trut. Kan het niet één keer? Het is wel duidelijk dat ik op Print doe en dan doe ik op Print en dan gaat er een venstertje open en dan moet ik nog een keer op Print drukken. Kan het niet één keer? je doe gewoon na één keer klikken en dan gaat hij gelijk printen. Ja, zal ik het even... ja snap je nou wat ik bedoel? En nu moet ik twee keer... Dat die mensen ook nog denken dat gek bent, ik gek ben, hè? is er gewoon geen zin meer in. En nu zit ik dan voor die uh, gehandicapten. Er zijn geestelijk gehandicapten ook. Behoorlijke, trouwens. zitten ertussen. Maar die doen niet zo vervelend tegen jou. Ook dat ik een keer op een ochtend. toen ik in die automatiseringsbusiness zat. dat ik gebeld werd door een vrouw. Helemaal boos. En wat heb jij met het systeem gedaan? En bla, 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 bla. En mijn was een factuur kwijt. En ze wist zeker dat ze hem aangemaakt had. want ze had nog een printje gemaakt. Uh, maar uh, dat printje had ze nog wel. maar in het systeem was die weg. En dan mij de schuld geven. Ja, dan moet je weten dat zoiets dat, dat kan gebeuren. De, de, alles is denkbaar in een computerland. De, een bug heet dat dan. En als er een bug in zit, dan is dat mijn schuld. Is dat mijn verantwoordelijkheid? En, ja, en dat zou kunnen. Alles, alles is mogelijk. Dus je schrik je helemaal het leplazige. En dan ga je alles uitzoeken. En dan blijkt ze hetzelfde hebben gedaan. Dan ben je een paar uur voor haar bezig geweest. Dan stuur je een e-mail. En dan krijg je niet eens een reactie. En drie maanden later gaat zo'n tante. Die gaat weer uit het dak over wat anders. Nou, dat heb ik niet meer. En dan zijn niet alle collega's bij die gehandicapte instantie even fijn. Dat scheelt ook. Natuurlijk. Maar daar trek ik me dan gewoon niks van aan. Dat heb ik, dat heb ik ook zo in de gaten. Ik heb dan voldoende mensenkennis om in te zien van... Oh, uh, uh, jij bent wel een toffe peer of een toffe trien. Uh, met jou kan ik wel in zee. En, uh, uh, en, en jij bent een moeilijke. Maar dat weet je dan. Ja, en trouwens, ik heb mijn eigen werk, hoor. Dus uh, ik maak de schoon gewoon. En, uh, voor de rest moet je niet zeuren. Lekker overzichtelijk. Kijk, het waardevolle leven, daar gaat het om. En dat heeft niks te maken met uh, roem of eer of geld of spullen. Maar oh, helemaal niks. En als je denkt dat het wel zo is, ja, dan ben je niet waardevol bezig. Punt. No way. Dan ben je gevaarlijk bezig. Want ik hou het voor mogelijk dat als je niet waardevol leeft, als je dus een waardeloos leven hebt geleid en je gaat de pijp uit. Dat dat moment van de pijp uitgaan, dat dat uh, ja, ook waardeloos is. En je moet er goed rekening mee houden dat dat moment in jou, uh, voor jouw bewustzijn, dat dat moment eeuwig duurt. Hè? Dat is naar man. Ah, Piri, wat zeg je me nu? Ja, je hoorde me goed. Kijk, ik heb mijn leven gebruikt. om te leren. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Ik kan geen vakgebied opnoemen. Of ik heb er wel een boek over gelezen, of ik heb er tentamen in gedaan. Dat echt waar. Toen ik veertig was, toen zat ik weer in de klas op de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zelf betaald. Oh, Perry, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, lang verhaal. Leuke tijd. Zat ik in de klas met uh, mensen van 19. Ook met hele ouderen oude mensen, mensen van 80 of zo. Ik weet nog wel dat zo'n jonge gozer, of nee, dat was een meid. Die zei tegen mij, van, nou ik vind het wel bizar om in de klas te zitten met uh, leerlingen waarvan je weet, nou zo krijgt er een keer een hartaanval en hebben een dode in het lokaal. <laughs> zo oud zijn die mensen. Ja, ja. Bedoelde ze mij niet mee hoor. Ik was veertig toen. Maar er zat iemand, uh, ja, die was tachtig denk ik. Die snapte er helemaal niks van by the way. Ik stelde vragen waarvan ik denk van ja... Eh? Je hebt niet echt goed geluisterd. Want die leraar was dan heel geduldig. Anyway. Ik heb geleerd van Immanuel Kant. Die Duitser uit Koningsbergen. En ik heb de... Het, ik heb het, voorwaar, het voor, Het voorwoord bij... De tweede uitgave van de kritiek der reinen vernunft De kritiek van de zuivere reden. Of de kritiek van het zuivere verstand, wil je maar wil zeggen. Ah, ik heb dat voorwoord heb ik, uh, vanuit het Duitse uh, overgezet, ubergezet, <laughs> uh, vertaald en samengevat. Want dat voorwoord is 20 pagina's of dus, zo. Uh. En dat is dan het Duits uit de 18e eeuw. En ik ga er maar aan staan. En speciaal daarvoor heb ik een Duits woordenboek aangeschaft. Was mijn rijke tijd maakte mij niet uit. Dagen mee bezig geweest. En die man was uh, bijzonder tevreden. Ik heb dat ingeleverd, hè, die uh, samenvatting in het Nederlands van de Duitse tekst. Jo, je hebt het goed begrepen. Ja. Nou, wat meneer Kant zegt, uh, kort gezegd, is dat het verschil wat wij als mens zien tussen ruimte en tijd. Hè, dat zien wij als hele verschillende dingen. Hè. Want in de ruimte kan je van links naar rechts. maar als je van links naar rechts bent gegaan, dan kan je ook weer van rechts naar links, toch? In de ruimte kan je van voor naar achter, maar als je naar voren bent gegaan, dan, uh, of naar achteren bent gegaan, dan kan je weer terug naar voren. Dus, uh, en omhoog en omlaag. Hè? Je hebt die drie dimensies. Maar in principe kan je altijd terug en weer opnieuw en zo. In de tijd kan dat niet, vinden wij. Maar dat kan ook echt niet. Het is nooit gebeurd, namelijk. Dus dat zal ook wel echt niet kunnen. <laughs> het is ook heel moeilijk. Hoe kan je nou teruggaan in de tijd? De tijd gaat gestaag vooruit. Maar je kan niet terug in de tijd. En, nou, je kan zeggen: de tijd heeft drie dimensies. Maar daarmee bedoel je dan: dan er is het verleden. Er is het heden en er is de toekomst, dat bedoel je dan. Maar dat zijn drie andere dimensies dan uh, uh, voor en achter, links en rechts en boven en beneden. Dus tijd is voor ons iets heel anders dan ruimte. Je hebt zo'n film, een trilogie, die heet Back to the Future. En dan gaat dan die. toestand uh, uh, met, die, met die, uh, die auto van die Ier. De DeLorean of zo. En met die DeLorean-auto kan je dan uh, terug in de tijd, of hm. vooruit in de tijd ook nog. Ja, Zo'n film wordt niet gemaakt over uh, iemand die in de ruimte gaat reizen. En uh, die gaat naar Groningen en vervolgens gaat hij heel bijzonder gaat die weer terug naar Amsterdam. Nee, dat vindt iedereen normaal. Ja, ik, ik ga het me even heel goed uitdiepen: hè, dat wij echt een verschil zien tussen ruimte en tijd. D dat vinden wij uh, zo normaal, daar denken wij niet over na. Hè? En Kant zegt: nou, dat verschil tussen ruimte en tijd zit slechts. In onze waarneming. Tja. Wij zien aan de ene kant ruimte en aan de andere kant tijd. En die zijn voor ons strikt gescheiden. Maar dat is gebaseerd op het feit dat wij het vermogen hebben tot waarnemen. En doordat wij dat vermogen hebben tot waarnemen. Dat wordt veroorzaakt, dat vermogen tot waarnemen wordt veroorzaakt door een wetmatigheid. En die heet de wetmatigheid van oorzaak en gevolg. En dat is een wetmatigheid die kunnen we niet bewijzen, maar die zit in ons denken. En door die wetmatigheid, want als die niet in ons denken zou zitten, zouden wij niet kunnen waarnemen. En wij accepteren die wetmatigheid als vanzelfsprekend. Ja, dat komt omdat die ingebakken zit in ons waarnemingsapparaat. Het waarnemingsapparaat dat veroorzaakt wordt door het feit dat jij een lichaam hebt. En als jij zo dadelijk een dood lichaam hebt, dan heb jij een dood lichaam. En dan kan het heel goed zo zijn dat dan voor jou de tijd stilstaat. Dus dat de mensen die aanwezig zijn bij jou heen gaan, die zien jou de laatste adem uitblazen. En dan komt de verpleegster er binnen, want die heeft het dus op de monitor zo piep gezien en die weet dat er iemand dood is. En die zegt, nou u heeft nog drie minuten en dan, uh, ja, dan kom ik weer terug en dan, ga ik, uh, ja, en, en, en dan mag u niet bij zijn. En dat heb ik meegemaakt, mijn vader die ging zo. Nou dan moet je zo'n kamertje uit en dan wordt je vader wordt dan in zo'n bodybag gestopt en naar het mortuarium gereden terwijl jij koffie drinkt in de kantine. Tenminste zo ging dat bij mij, misschien dat jij thee gaat drinken ofzo. Even bijkomen van de schrik. Maar kijk, voor jou als bijstaander is zo'n stervensmoment. dat is in een aantal luttele seconden voorbij. Zo ervaar jij dat als je erbij bent wanneer, in dit geval mijn vader, die overlijdt. En jij ervaart dat in tijd. Maar de vraag is hoe mijn vader dat ervaren heeft. Voor hem is dat stervensmoment misschien wel eeuwig. geweest, op dat moment. En dan zit hij in de eeuwigheid. Al is dat maar tien seconden eeuwigheid, dat is eeuwigheid. Ja, daar komt het verhaal vandaan: van hemel en hel. En het verhaal van hemel en hel, dat is veel ouder dan de theorie van Immanuel Kant. Dat kan ik je wel vertellen. Maar Immanuel Kant komt dan met een verhaal waarbij je dan gaat nadenken over het feit van, ja, als Immanuel Kant gelijk heeft, en dat heeft hij, dan houdt dat in dat dat verhaal, dat oude verhaal over hemel en hel, dat dat wel eens kon kloppen. Dus vandaar dat jij er je stinkende best voor moet doen om waardevol te leven. En dat is niet gaan voor spullen en geld. Dat is een hele grote valkuil. Wat niet wil zeggen dat je van mij armoedig moet gaan leven, want dat slaat ook nergens op. Ik sprak een man niet zo heel lang geleden, in die tijd soop ik nog. En ik zat op, uh, bij Café de Wacht op het terras. En hij zat er met een aantal van zijn makkers. En er waren drinkenbroers. En die waren al bezopen, man. En ik was nog niet bezopen. Ik had al wel wat op, hoor. Lekker zonnetje erbij. Ik had mijn middagbierje al in mijn buik hangen. En bij Café de Wacht dronk ik altijd jenever, was dan niet zo duur. Dus ik lekker met mijn jenever met ijzen bij die uh, slampampers zitten. Ja, ik ben ook een slampamper. Dus. En die man die, die zag van dat gezelschap, die allemaal zware... Dat doet ook allemaal partij onzin uit, was ik gezellig. Allemaal mannen op leeftijd. En die man die zag er voornaam uit... De keurige kleren aan en zo. En die smijt er op een bepaald moment een bijbeltekst in. En ik kijk die gozer aan. Ja, gozer, hij is iets ouder dan ik. Ik zeg, hé, hey, ben je protestant? En hij zei: ja. Ik zeg, ja, dat kan ik horen. Want alleen een protestant, die kent zijn bijbel. Hè? Kijk, een katholiek zal je nooit betrappen op een bijbeltekst. Want het is bij katholicisme niet uh, kosher om uh, hè? de Bijbel uh, in je hart te sluiten. Nou, dat had ik dus goed. Ik ja, zei, welke denominatie dan? Hij was... Hoe is het van? Nederlands hervormd of zo? Of uh, Nederlands gereformeerd of iets? En hij zei met zo'n glimlach van, ja joh. Toen ik klein was, gingen wij op zondag twee keer naar de kerk de keek hij zo blij mee. Hij zei elke zondag was een feest. Zo. Oh. En dan over de rest van zijn leven zei hij van ja, want hij had een vrouw ontmoet en uh, allemaal uh, nou, kinderen en zo. En toen zei hij op een dag tegen zijn vrouw van onze vrouw was dan ook gereformeerd en ze houden zich aan de wetten van Mozes en nou, uh, geen rare dingen buiten natuurlijk en noem het maar op hè. Oneerlijke mensen. En toen zei hij tegen zijn vrouw: van, Ja, kijk, wij leven conform de wetten van Mozes en dat gaan we toch doen, want zo zijn we opgevoed en we gaan geen gekke dingen doen. En uh, dat kunnen we ook doen terwijl ik heel veel geld ga verdienen. Want hij zag iets in het begrip vastgoed. Dan gaan we vastgoed kopen. Met geld van de bank. Het was eigenlijk een heel simpel idee. Hij moest op zoek naar een goed pand. En dan ging hij met een aannemer praten. En dan kreeg hij ongeveer een bedragje door. van dat kost een fatsoenlijke verbouwing. En dan ging hij even rekenen op zijn rekenmachine. En dan maakte hij een mooi dossiertje van. Dan ging hij naar de bank. En dan vroeg hij een lening aan. En dan kreeg hij dat geld van de bank, kon hij die aannemen, kon hij dat pand kopen, kon hij die aannemen betalen. En dan de hele boel met winst verkopen, de lening aan de bank terugbetalen en dan hield hij geld over. En dan op zoek naar het volgende pand. Nou, zei hij, ben ik panden op gaan knappen. Ja, dat is niet zelf, alleen maar regelen, meer niet. Nou, zei hij, ik heb geld genoeg. En toen hij toen zei tegen zijn vrouw, van, ja, we kunnen twee dingen doen. Uh, kijk, wij leven zonder meer conform de Bijbel, wij houden ons aan de richtlijnen van Mozes en de hele andere meuk. We doen geen vliegkwaad. Dat zonder meer niet. En dat doen we of met een bescheiden inkomen, of we gaan lekker veel geld verdienen. Wat wil jij het liefste? Als de vrouw dus gezegd: zegt, ja, doe dan maar lekker veel geld. Nou, dat hebben we gedaan. En nu heb ik echt heel veel geld. En dan zit hij dus uh, met zijn vrienden die dat niet hebben gedaan, gewoon te suipen op het terras van Café de Wacht. Ja, niet elke dag zie ik hem daar, want. Uh, yeah. voor een keertje, Maar hij is daar niet te min. Maar hij is niet dat hij... Ik heb geld. Helemaal niet. In die zin een bescheiden man. Maar hij kocht nog een rondje. En volgens mij kreeg ik dan ook een jenever van hem. Maar het was lekker weer. En een van zijn vrienden, kennen ze, die zei van: oh man, ik ben dronken oh. vijf smiddags of zo. Hè? Zes uur s'avonds zoiets was het. Hoe kom ik thuis? Ik zei, waar woon je dan? Hij woonde in Rijnwijk, dat is hier vlak bij de Rijn. Ik ken je dat buurtje wel? Ah, daar, wonen, daar, 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 wonen, daar hebben ze geen penthouses neergezet. Er zijn van die kleine woninkjes, voortuintje, achtertuintje. En heb je, je begane grond en ja, dan heb je de dakpannen. En dan heb je erboven, we hebben natuurlijk wel kleine kamertjes, maar ja, je kent die huisjes wel. Arbeidershuisjes. Ja. Ah, dat was een vriend van hem. Ik maakte een geintje tegen die man. Ik zei, ah, Rijnwijk. Ah, ja, dan kan je toch kruipen. is dat nou? <laughs> ja, die man heeft een taxi gebeld of zoiets. Ja. Ja, ik begrijp die gereformeerde man heel goed. Die heeft een waardevol leven. Hij zei ook nog. Als ik doodga, dan moet er op mijn grafsteen komen staan. Die gaat niet gecremeerd worden. Nee, die gaat begraven worden. Hij wil een grafsteen en op mijn grafsteen moet komen te staan: Jammer dat ik hier lig. Wat jammer dat het voorbij is. Ik heb een ontzettend leuk leven gehad. Ik had best een wat langer gewild, maar kennelijk dus niet. Nou ja, jammer dat ik hier lig. Ja, een keertje ga je dood. Kijk, dat is een waardevol leven. Ik ga mij niet vertellen dat die man een stom leven heeft gehad. En dat geldt voor mij ook. Morgen moet ik weer naar een nieuwe plek waar ik nog nooit ben geweest. En dat is dan activiteiten gebeuren. Ik heb al wat mensen gesproken die daar dan regelmatig komen. Om daar te activiteiten. Nou, volgens mij is dat wel leuk. En moet ik drie uur buffelen. En dan naar huis. Wel drie kwartier fietsen, denk ik, voordat dat ik er ben. Ik hou maar me rekening met een uur. Even daar de weg zoeken. Nou, dan weer terugfietsen. Nou, dan moet ik van werken van half negen tot half twaalf. Nou, dan ben ik om half één, ben ik weer thuis. En, oh. en dan morgenochtend dan moet ik er weer naartoe. Maar dan mag ik beginnen om zeven uur. Dat vind ik lekker. Want ik slaap goed, dus... Ik slaap niet meer, dus ik slaap goed. Dus ik, ja, ik ga makkelijk om... Uh... Kwart over zeven, ja, morgen weet ik de weg. Dus dan nou, moet ik, denk ik, kwart over zeven, half zeven moet ik fietsen. En dan ben ik om tien uur ben ik klaar. Ah, ja, dan ben ik kwart voor elf thuis. Hahaha. Ha, ha, ha. Dan ga ik weer lekker nou, mijn dingetje doen. Op programmeren, dat doe ik nog steeds. Ik ga vandaag ook nog programmeren. Ik heb plotseling weer een ingeving gekregen. Ik denk zo ga ik het doen. Ik ben bezig met het opzetten van een eigen programmeertaal, al heel lang. En in principe werkt die al, alleen de implementatie, dus de manier waarop het aan de binnenkant gemaakt is, daar heb ik in de afgelopen jaren wel eens aan gewerkt, maar ik heb heel veel dingen heel snel moeten doen. Gewoon vanwege tijdsdruk, meer niet. Nou, nu heb ik alle tijd. Dus nu kan ik het heel mooi doen. Heel esthetisch. En dat houdt in dat het veel soepeler gaat werken. En sneller gaat werken. En dat het ja, allerlei positieve dingen zit eraan. De software moet je niet schrijven onder tijdsdruk. Je hebt altijd die, uh, hoe noemen we dat? Weggetjes binnendoor. Een, een shortcut heet het op zijn Engels. Ah, dat doen we even zo, dan werkt het ook. Maar dan zit dat niet in de basis niet goed verwerkt dat moet je niet hebben. En dan ga ik vandaag weer een paar uren aan besteden. Oh ja, en ik ben Hebreeuws aan het leren. Nee, hey, maar dat is leuk. Dat is echt heel leuk. Hey, ik ben een bijbelgelovende christen, en ja, mijn Bijbel die heb ik dan altijd gelezen in het Nederlands. En ik heb dan nu doe ik dan ook Engels met de King James. Als 1611. En ik ben nu bezig met Hebraeus. Dus ik ben nou al zover dat ik dus de eerste drie woorden van de Bijbel. Bereshit, Barra, Elohim. Ja, ik kan het schrijven. Ja. En uh, uh, vader houdt van mama, dat kan ik ook schrijven. Vader houdt van moeder, of moeder houdt van vader, dat kan ik schrijven. Ja, uh, het brood is heet, dat kan ik ook schrijven. Ah, ik kan niet zoveel schrijven. <laughs> en ik vind het leuk, al die, die Hebreeuwse letters. Dat ga ik vandaag ook weer even doen. Doe iedere dag niet veel hoor, gewoon tien minuten per dag ongeveer. Even Hebraeus. Gewoon een kwestie van volhouden. En dan morgen weer een stukje, overmorgen weer een stukje. Dat geeft waarde aan je leven. Jij hebt van God een, een kenapparaat gekregen, een kenvermogen. En dan moet je toepassen. Dan moet je mee aan de slag. Dus mijn dochter was afgelopen vrijdag bij mij. Oh, even op bezoek. Uh, mevrouw was weer eens moe. Dat is altijd. Die moeder die vreet energie aan haar. En ik moet daar dan mee omzien te gaan. Uh, 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 het liefste zou ik willen dat ze... De tijd die ze besteedt aan het begeleiden van haar moeder. dat ze die besteedt aan zichzelf. En dat ze net zoveel energie stopt in haar moeder. als dat ze, die, als dat ze stopt in mij. En in mij stopt ze helemaal geen energie. Dat vind ik ook helemaal niet nodig. Daar zit ik ook niet op te wachten. Maar ik vind het leuk als het kind eens in een paar weken. even bij me langskomt en ja, gisteren of ja, gisteren, vrijdag. Eergisteren. Hebben we milkshake gemaakt. Samen. Ik had toch gevraagd, dan heb je de zin in. Nou, zei, vind ik wel lekker. Nou, gaan we een milkshake maken. Dat slaat helemaal nergens op. Dus geen hemelschreiende toestanden of zo. En daarna hebben we wat ze, ze zitten kletsen. En, en we hebben een aantal. Of zij heeft een aantal schaakpuzzeltjes opgelost. Die ik van tevoren had uitgezocht op internet. En dat doe ik dan. In de weken dat ze dan uh, ja, andere dingen aan het doen is. Dat ik haar niet zie. En dan kom ik er een leuk puzzeltje tegen. En dan doe ik uh, boekmaken en bewaar ik hem. Nou heeft ze gisteren weer twee. Of gisteren, eergisteren heeft ze twee puzzeltjes opgelost. Dat oh, leuk. En ik en dan maar denken. Ja, op zich denk je van ja, Perry doet helemaal niks. Hij zit milkshake met haar te maken. Hij laat haar een beetje kletsen. En hij uh, laat er een schaakpuzzeltje oplossen. En ja. En dan gaat ze weer naar de moeder. Perry doet helemaal niks. Ja, ik doe wel degelijk wat. En ik denk heel hard na, snel. Zo. dit, En ik had zo die strategie van, dan kom je langs en dan kom je lekker eten bij mij. Maar ja, dan zijn het natuurlijk ook de vrienden en vriendinnen en dan zo'n eetafspraak. En, hè? Ja. Daarom dus deze keer dat ik denk, nou kom maar een keer niet eten. Dan kom je gewoon langs voor de gezelligheid. Ja. En dan kom je een keertje vaker. Ja. Ze woont nou weer in Arnhem, dus zoveel moeite is dat niet. En ik kan me voorstellen dat ze een keertje uit haar werk komt. Of uit haar stage. En dat ze bij mij langskomt en dan zorg ik voor een lekker soepje. Een soepje en wat brood. En dan kan ze daarna naar de moeder toe gaan. En, naar de vrienden. Dat ze een beetje bij mij in de buurt is. Dat meisje heeft wel steun nodig. Dat, dat is zonder meer. Een, een woord van uh, vertrouwen. Ja, die moeder uh, met dat uh, ja, waardeloze leven. Ja, die dan mijn dochter gaat vertellen van oud toen je net geboren was, nou dat was heel zwaar voor mama hoor. Oh, 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 oh. Ja, en dat niet alleen, maar dat is een lange litanie van die vrouw. Over het leven, over hoe zwaar het wel niet is. En, oh, 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 oh. en, en wat ze zich wel niet heeft ingespannen voor het kind. En, oh, en dat dat kind zo dankbaar moet zijn voor wat mama allemaal heeft gedaan. Terwijl die moeder heeft het, we hebben geen, geen geen reet gedaan. Echt geen reet. Ik weet nog wel dat mijn dochter bij mij kwam en zei: Pap, wil je mijn spijkerbroek wassen? Want mama heeft geen tijd. Jezus. Dan doe je het toch gewoon in de was? Ja, zei, maar uh, dat duurde zes weken voordat ik hem uh, gewassen heb. En uh, mama heeft ook geen tweede spijkerbroek voor mij geregeld. Dat is mijn enige spijkerbroek. En die is nou vies. Ja, ik ben dan in staat om op, op één avond, en dan doet zij de, de spijkerbroek uit, dan trekt ze de One Piece aan, of een of ander andere joggingtoestand, uh, lekker pakje. Dan gaat ze lekker lopen chillen. Ja, en ik draai wel even een wasmachine en een hup, gelijk in de droge. En de volgende ochtend, als zij opstaat, dan uh, ligt er een superschone, droge spijkerbroek op haar te wachten. Ja, ik regel dat wel. Die moet hem niet. Nooit gedaan. Oh, mama is zo belangrijk. Ja, ja. Mijn dochter heeft die steun van mij nodig. En de dochter moet weten dat ze mij nooit tot last is geweest. Ik heb wel enorm veel tijd in haar gestoken, maar dat was nooit als last. Dat was altijd met een blij gevoel van mij uit. Ik was altijd blij als, als zij mij nodig had. Ik heb haar vier jaar lang, heb ik er uh, elke, dag, uh, elke dag, elke week heen en weer gefietst naar het zwembad. Drie jaar lang? Nou zeker drie, drie vier jaar lang. Ja, dat is uh, meer dan drie kilometer heen en meer dan drie kilometer terug. Het hele jaar door, hè? Zo ook in de winter en in de herfst en het voorjaar. Door weer en wind. Maar dat was een feest. Dat was waardevol voor mij, snap je? Dus Ik vond het fijn dat zij dat beslag legden op mijn tijd. Dat vond ik heerlijk. En zij, heeft, zij was de eerste in de spijkerstraat van die uh, ja, vriendin en kring. De eerste met een zwemdiploma. Ja, dat is leuk man. En dat heb ik veroorzaakt. En dat is waardevol. Daar zit de waarde van jouw leven dan ook. Dus ik geef je nou wat, wat aanwijzingen, van, want het gaat om jou natuurlijk. Als ja, het leuk duurt, dat je dan weet dat mij al nou, gelukt, dus aanhaling aan, zeker is, moet je ook niet zeggen. Maar, dat ik van mening ben dat ik eh, gelukkig ben. Dat is dan leuk voor jou dat je denkt, oh, hoor hoorde Piri zeggen dat hij gelukkig is. Maar de bedoeling is dat jij dat ook gaat worden. Goed gaat beseffen waar de waarde van het leven überhaupt zit. En hou je aan de moores, hou je aan de wetten van Mozes. En als je niet weet uh, hoe die wetten in elkaar zitten, dan komt dat omdat jij geen Bijbel in huis hebt. Nou, dan is dat het eerste wat op jouw boodschappenlijstje staat. Heb ja, je dat goed begrepen? Zelfs mijn tante Til, die, uh, die jongste zus van mijn vader, die is helemaal niet gelovig, helemaal niks niet. Die denkt ook niet. Ja, in principe helemaal niet. Maar zelfs die zegt. In ieder huis moet een Bijbel zijn. Ja, natuurlijk. Huh? Geef waarde aan je leven. Laat je niet gek maken door die idioten in de politiek. Met hun immigratiebeleid en zo. Huh? En tegen jullie zeg ik dan. Op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds. En maken wat van